nummer 7 gaat over een situatie die 100% gaat voorkomen. Je gaat je eenzaam voelen, je gaat iets rots maken, je gaat je verloren voelen. Of die drie tegelijk, of één van die drie. Het gaat gewoon 100% gebeuren. Als je in je eentje bent, is dat gewoon onvermijdelijk. Bedenk dus van tevoren wat je op dat moment gaat doen. Misschien wil je 10 euro in je rugzak stoppen om even een koffietje met jezelf te gaan drinken. Misschien heb je een knuffel die je mee wil nemen en die je altijd helpt op dat soort momenten. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat supermarkten mijn happy place zijn. Als ik me rot voel of eenzaam of er is iets naars gebeurd, zoek ik altijd een supermarkt op. Ga ik daar uren in rondlopen totdat ik me weer goed voel. En dat helpt bij mij altijd. Bedenk dus voor jezelf goed wat bij jou helpt. En bedenk dat ook van tevoren, niet op het moment dat je al in die situatie zit. Want dan weet je op dat moment ook precies wat je moet doen om jezelf weer beter te laten voelen. Tip nummer 8, hou een reisdagboek bij. Het beste is een dagboek met een zachte kaft en een ringband, want het schrijft gewoon het allerlekkerst. Neem ook een balpen mee die lekker schrijft. De reden waarom ik dit zeg is omdat een dagboek een hele goede manier is om alle nieuwe indrukken te verwerken als je op reis bent en niemand hebt om tegenaan te kletsen. Ook is het voor mij een hele goede manier om rotgevoelens te verwerken op het moment dat het te laat is om naar bijvoorbeeld een supermarkt te gaan. En natuurlijk is het ook hartstikke leuk voor later, want ik merk al van mezelf dat ik heel veel kleine leuke dingen die op een dag gebeuren vergeet. En als ik dat door mijn dagboek blader, dan zie ik dat weer terug en dan word ik daar weer helemaal blij van. Tip nummer 9, ook even een hele praktische, naast de sarong en de maxirok, wat ik eerder heb verteld, zou ik je heel hard aanraden als je in je eentje bent om sport-BH's mee te nemen in plaats van gewone BH's. Die zitten veel lekkerder, je boobs worden een beetje gesquished zodat je niet al te veel aandacht trekt van mannen. En ja, ze zitten gewoon veel lekkerder. Even een hele korte tip tussendoor. Tip nummer 10, wees heel eerlijk naar jezelf toe of je het leuk vindt om alleen te zijn. Ik denk dat het makkelijker is als je introvert bent, maar dan kan je al automatisch makkelijker tijd doorbrengen met jezelf. Maar als jij echt je energie haalt uit samen zijn met andere mensen, dan moet je voor jezelf goed gaan bedenken hoe je constant rond andere mensen gaat zijn om niet een soort van heel verdrietig te worden omdat je je heel eenzaam voelt en dat soort dingen. En zelfs als je het heel leuk vindt om tijd met jezelf door te brengen, dan moet je nog afvragen of je het heel leuk vindt om hele leuke dingen, bijvoorbeeld naar een waterpark of naar een hele gave bergtop te gaan, in je eentje. Want je kan op dat moment die ervaring kan je met niemand delen. En dat kan soms, ik had het vroeger altijd, ik heb het nu eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat kan soms, ik weet niet, extra eenzaam voelen of zo. Heel raar. Dus ja, dat is dan weer nog een andere dimensie van alleen zijn. Het leuke dingen meemaken, maar dat eigenlijk op dat moment met niemand kunnen delen. Mocht je alleen op reis willen, kan ik alleen maar zeggen, doe het. Het maakt je zoveel rijker mens. Ik heb echt zoveel lol met mezelf. Bijna elke dag ontmoet ik wel iemand. Ik ben wel heel veel alleen, maar ik voel me nooit alleen, om het zo maar te zeggen. Als je bang bent om het te doen, hoop ik dat deze tips je al op weg helpen. Ik weet het, het is echt een hele grote stap. Ik ben niet zo heel snel bang voor dingen en dit was ook nog eens mijn grote droom. Maar zelfs ik stond echt met knikkende knietjes op Schiphol en heb zeker wat traantjes gelaten voordat ik wegging. Maar nu ik er eenmaal ben, ben ik zo gelukkig. Vind je deze video nuttig? Steek dan een duimpje omhoog. Als je al geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, waar wacht je nog op? Doe het dan nu, want dan krijg je de update van de video van volgende week. Krijg je automatisch binnen en mijn travel vlogs natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Yay, helikopters! Vandaag ga ik het hebben over een onderwerp. Stop!